AI aan zich is natuurlijk eng en exciting. Ja. Het feit dat nu dankzij deze podcast-episode mijn stem geïndexeerd kan worden en een AI-agent gewoon jou kan bellen met mijn stem en vragen of je even die tikkie wil betalen die je stuurt, dat is spannend. Of hetzelfde bij mijn bankier kan doen. Ja. Van joh, maak even dat geld over daarna. Dat is wel spannend. Tegelijkertijd is het weer super vet, omdat we hele grote datasets opnieuw kunnen interpreteren. Wat bijvoorbeeld in de zorg tot hele nieuwe doorbraken gaat komen. I guess, is dat de goede Nederlandse zin? Volk goed Nederlands. Of bijvoorbeeld hoe we met energie naar fusion komen. Weet je, als we fusion energy hebben, dan is energie gratis. Ja, dan kan je gewoon weer naar de next level. Met space travel bijvoorbeeld. Maar dat nieuwe set van problemen, nieuwe set van uitdagingen. En op welke manier wordt alle data die in AI wordt gepropt, welke data is juist...